Ik weet dat je de naam Charles Manson liever niet meer wilt uitspreken, maar als je die naam hoort, gebeurt er dan iets van binnen met jou? Ja. Ik kan hem heel moeilijk vergeven en ik wil daaraan blijven werken. Ik wil geen leven hebben met enige vorm van onvergeeflijkheid daarin. Zoveel mensen hebben zoveel verloren. De slachtoffers, de familie van de slachtoffers, de familie van de betrokkenen. Heel de samenleving is een geheel. Iedereen heeft zoveel verlies geleden. En dan heb ik niet het recht om onvergeeflijk te zijn. Begrijp je dat de meeste mensen buiten deze muren jou nooit zouden kunnen vergeven? En je nooit meer vrijheid gunnen? En willen dat jij je de rest van je leven doorbrengt? Zij willen niet dat jij ooit nog gelukkig wordt. Begrijp je dat? Ik was 18 toen ik van huis ben weggelopen. Nadat mijn moeder was overleden en... Nee, ik zeg het verkeerd. Ik was 15 toen ik van huis ben weggelopen. Ik was 18 toen ik Charles ontmoette. Ik was weggelopen omdat mijn moeder was overleden aan kanker en mijn alcoholische vader mij en mijn broers verlaten had. En ik was gewoon op zoek naar iemand van wie ik kon houden en aan wie ik me vast kon houden. En ik dacht dat gevonden te hebben in Charles. Ik dacht dat ik een nieuw thuis gevonden had en dat ik niet meer om hoefde te kijken. Iedereen denkt dat je een monster moet zijn. Nee, ik zeg het verkeerd. Oké, even dat hier.